Het jubileumnummer van het personeelsblad schrijft hierover. Voor de fabriek was het al een bedrijvige gezelligheid. Iedereen wist in welke bus zijn plaats was, zodat even na 6 uur de kolonne zich in beweging zette. Het eerste kwartier in de bussen werd besteed aan het uitdelen van de reisprogramma's, sigaretten en snoep. De stemming was in een één woord gezellig. 2 volle dagen feest, rijdend en zingend door de mooiste plekjes van België. Om 7:30 naderden wij de grens bij Wernhout. Daar was de heer Maarten Hoijmeijer al druk in de weer geweest om een vlugge grensovergang te verzekeren. Nu ging het via Braschaat en Antwerpen naar Mely. Hier dronken wij een kopje koffie. Omdat we al een half uur verlaat waren, duurde ons oponthoud niet langer dan noodzakelijk. In Brussel maakte iedere businhoud onder leiding van hun leider een wandeling door de straten. Om 12:00 waren allen weer present op de Grote Markt. En nu ging het over Ukkel naar Waterloo. Daar lieten wij de uitgebreide lunch heerlijk smaken. Waarna wij het panorama over de slag bij Waterloo bezichtigden. Voor velen was dit een ongekend iets. Een van de reisleiders lichtte aan de hand van een tableau een en ander toe, wat zeer op prijs werd gesteld. We lieten ons de uitgebreide lunch heerlijk smaken. Er was volop en ons gezelschap werd gastvrij en joviaal ontvangen. In Bouillon hadden we 4 hotels gehuurd. Ieder ging naar zijn hotelkamer om zich wat op te frissen en even later genoten wij van een met zorg toebereid en exquis diner dat in alle hotels hetzelfde was. De andere morgen ging de reis door het dal van de Ourthe en de Amblève naar Remouchon. Daar bezichten we de grotten
Nog stil en onder de indruk van hetgeen wij zagen, bestegen wij weer de bussen en bereikten we Breda, waar een diner op ons stond te wachten. Onze tijd was echter krap bemeten, omdat in het groothandelsgebouw in Rotterdam de directie wachtte voor een grootse feestavond tot besluit.